Een heel goedemiddag en welkom bij De Werkvloer. Eén keer per maand gaan we 3 kwartier live. Nou, precies om 12 uur, zoals het nu ook is. Misschien heb je je broodje er wel bij of je kopje koffie. Geniet daar vooral van tijdens deze sessie. En dan gaan wij je helemaal bijpraten. Met deze talkshow-serie willen we werkend Nederland inzicht geven over de vraagstukken vanuit de arbeidsmarkt. En jullie daarbij dan ook helpen met het maken van de juiste keuzes in jullie werkende leven. En vandaag is het onderwerp een hele belangrijke: financiële zekerheid. Leuk dat je kijkt. En nogmaals welkom, een hele goede middag. Mijn naam is Annemarie Bruning en bij mij aan tafel zitten vandaag 2 experts die echt alles weten over dit onderwerp. En dat zijn Siert-Jan Koster, welkom. Dankjewel. En naast jou zit Danitia Brewster, welkom ook. Dankjewel. Dank je. Wij gaan het zo meteen hebben over waar jullie expertise dan ligt. Maar eerst ga ik even naar mijn sidekick Boris, want hij is er uiteraard weer bij om ervoor te zorgen dat jullie verhalen, jullie antwoorden uit de polls weer hier aan tafel terechtkomen, zodat wij erover kunnen praten. Ja, goedemiddag Annemarie en goedemiddag alle deelnemers die zijn ingeschakeld op de werkvloer. Voordat we beginnen heb ik eerst nog een paar handige praktische tips. Mocht je nou wat technische storingen ervaren, dan helpt het vaak om de pagina eventjes te verversen. Wil dat niet lukken? In de chat hebben we een Vimeo-link gedeeld. Als je daarop klikt, kom je als het goed is weer hier op onze werkvloer terecht. In diezelfde chat staat het je trouwens volledig vrij om opmerkingen te plaatsen, ervaringen te delen, maar natuurlijk ook om vragen te stellen aan ons panel. Tijdens de webinar komen ook een aantal polls voorbij. Een 3-tal polls, als ik het goed heb. Reageer er vooral op en laat ook vooral weten waarom je die keuze hebt gemaakt. Dan kan ik dat ook weer voorleggen en jullie ervaringen delen. Geniet ervan, zou ik zeggen. En Boris, dank je wel. In de werkvloer doen we het dus graag samen. Het wordt interactief, zoals Boris zojuist ook al zei. En ik zou dan ook voor willen stellen om meteen al te beginnen met een eerste polvraag. En die luidt: ik maak me zorgen over mijn financiële situatie. A, helemaal niet. B, ik maak me er enigszins zorgen over. C, ik maak me grote zorgen over mijn financiële situatie. Die antwoordkeuze kun je nu aanklikken. En leg er vooral ook wat bij uit als je denkt dat het wat onderliggend antwoord nodig heeft. Siert-Jan, ik begin even bij jou, want jij bent professor aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hoofddocent Economische Geografie. Ja, klopt. Wat doe je dan precies? Een economisch geograaf is geïnteresseerd in regionale verschillen in economische fenomenen. Dus dat kan eigenlijk heel breed zijn. Ik richt me daarbij voornamelijk op arbeidsmarktvraagstukken. Dus dat kan regionale verschillen in ondernemerschap zijn, regionale verschillen in werkloosheid, werkgelegenheid en ook het soort werk. En daarmee samenhangend ook je inkomen. Ja, dus daar komen we inderdaad bij die financiën uit. En wat vind jij nou mooi in je vak? Stiekem ben ik uiteindelijk wel echt een docent, denk ik. Ik doe natuurlijk ook onderzoek en dat vind ik ook heel leuk. Maar stiekem ben ik wel een docent, dus ik kan heel erg genieten van een heel goed gelukt college bijvoorbeeld. Kijk, dat ze allemaal begrijpen wat jij bedoelt. Precies, ja. Nou, daar gaan we vandaag ook voor, hè? Een goed gelukt college. Nou, lijkt me goed. Danitia, dan ga ik ook even naar jou, want jij bent budgetcoach. Je hebt een bedrijf, Budget by Dani. Toch? Met Dani. Met Dani. Ja. Budget met Dani. Ja. Kun je allereerst eens even vertellen wat je dan doet als budgetcoach? Hoe werkt dat? Nou, als budgetcoach help ik particulieren en ondernemers financieel sterker worden, in de breedste zin van het woord. En wat ik dan doe is, zo iemand komt bij mij binnen en ik kijk dan wat er aan de hand is. En uiteindelijk begeleid ik degene in zo'n traject om dus de doorstart te maken. En het voornamelijk de basis. Ja. En het zijn mensen die rond 3500 per maand verdienen, zeg maar, middenklasse. Ja. En mensen die rond de 10, 20, 30k per maand verdienen. Dus het is heel breed. Maar dan zou je zeggen, het zijn mensen die niet per se misschien financiële zorgen hebben? Of? Nee, geen financiële zorgen in die zin, maar wel mensen weten wel goed hoe ze geld moeten verdienen, maar ze weten dus niet hoe ermee om te gaan. Ja. Daar zit eigenlijk, zeg maar. Ze geven iets te veel uit. Ja. En jij bent zeg maar om dat te structureren? Of hoe moet ik dat dus voor me zien? Ik neem iemand mee in de basis, de vaardigheden. Hè? Ja. Maar ook de mindset en gedrag. Want die drie dingen zijn gewoon heel belangrijk en moeten gewoon op één lijn zitten om resultaten te zien.
En daar begeleid ik degene bij, zodat degene na het traject zeg maar zelfstandig kan werken aan zijn of haar financiële vrijheid. Ja. Kijk, nou, daar gaan we dadelijk wat dieper induiken. Ik wil nog even terug naar jouw achtergrond in de hulpverlening. Want jij hebt hiervoor iets in de hulpverlening gedaan. Ja, hoe klopt. Zit dat? Ja, ik kom officieel uit de hulpverlening, ben ik ook in afgestudeerd. En daar heb ik mensen begeleid met een meervoudige problematiek. Dus in combinatie met een stoornis, met alcohol of drugs in combinatie. Ik heb groepstherapie gegeven aan mensen met borderline, narcistische persoonlijkheidsstoornis en depressie. En de rode draad in mijn leven is gewoon echt mensen helpen, begeleiden. En dat heb ik nu gecombineerd in combinatie met de financiën. Ja. Omdat het toch een belangrijk onderdeel is. En ja, de financiën is gewoon onlosmakelijk verbonden met onze. Daar kwam je eigenlijk in je ervaringen in het werk achter dat dat eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is. En zo heb je dat eigenlijk doorgezet in Budget met Dani. Ja, correct. Ik ben nog wel even benieuwd wat jij nou het allermooiste aan je vak vindt. Je liet het al een beetje doorschemeren, maar... Ja, het mooiste vind ik de financiële transformatie. Daar sta ik ook voor. Dus hoe iemand binnenkomt, zo gaat iemand dus ook niet weg. Er is echt een transformatie plaatsgevonden, zowel intern, dus wat ik al zeg, op mindset, op gedrag en op vaardigheden, zeg maar. Ja. Echt een compleet ander mens bijna als die naar buiten gaat. Voor wat betreft de financiën. Een versie 2.0, zeg ik. Ja, de verbeterde versie. Precies. Laten we eens even kijken naar hoe het er op dit moment voor staat. Want ja, de berichten die vliegen ons erover om de oren. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Het gaat nergens anders over. Het wordt allemaal een stuk duurder en ook nog eens een keertje in een korte tijd. Voornamelijk die gasprijzen, die vallen natuurlijk rauw op ons dak bij veel huishoudens. Misschien wel een beetje een open deur, maar wel goed om even mee te beginnen. En dat laat ook zien hoe belangrijk het is dat we het vandaag over dit onderwerp hebben. Siert-Jan, wat zijn nou factoren die je financiële zekerheid in gevaar brengen? Je noemt zelf al een heleboel. Ja. En zeker op de korte termijn zijn die natuurlijk heel belangrijk. Dus we hebben een hoge inflatie, met name door de hogere energieprijs op het moment. Die ook door een hele bijzondere omstandigheid eigenlijk tot stand zijn gekomen. Dus een oorlog in Oekraïne. En daardoor heel veel onzekerheid. En dat zie je aan heel veel indicatoren eigenlijk ook wel. Het consumentenvertrouwen is laag. Dat op de korte termijn dus veel onzekerheid en hoge inflatie. En dat geeft inderdaad druk op inkomsten en budget. Ja. Je kunt er ook even een stapje terug nemen. Dan kijk je, als je iets naar wat structurelere trends kijkt, zijn eigenlijk twee dingen aan de gang. En aan de ene kant, en daar hebben we het ook nu heel vaak over, maar dat is iets wat ook wel ook de komende decennia eigenlijk gewoon bij ons blijft, krapte op de arbeidsmarkt. We hebben een vergrijzende bevolking en daarmee een grote vraag naar werknemers. En dat moet zich ook vertalen in hogere inkomens. Ja, dit biedt voordeel natuurlijk, zou je zeggen. Want dat betekent dat die lonen omhoog zouden moeten gaan. Ja, zouden moeten gaan. Ik denk dat je dat goed zegt. We zien dat eigenlijk nog niet heel erg gebeuren. Dus de krapte die bestaat al een tijdje. We hebben het er nu heel veel over als een soort van bounce-back effect, zou je kunnen zeggen, vanuit corona. Maar het is eigenlijk al een veel langer doorgaande trend. Dus dit zat er eigenlijk al aan te komen? Ja, dat klopt. Dus we hebben het er nu heel veel over. Maar eigenlijk tijdens de economische stilstand, zou je kunnen zeggen, gedeeltelijk tijdens de corona-lockdowns, is de krapte wel iets naar beneden gegaan, maar tot een niveau wat op 2016, 2017 lag bijvoorbeeld. Dus het is iets wat echt bij ons was al een tijdje, maar nu gelukkig ook echt geagendeerd wordt. Ja. En langzamerhand zien we nu nieuwe cao's komen en ook druk vanuit werknemers om die lonen wat omhoog te krijgen. En dat is eigenlijk iets wat... waar het wel tijd voor is, naar mijn idee. Maar als je dan kijkt naar de historie, hè, dan is het dan ook iets wat... Gaat het voor je gevoel nu langzamer dan dat het voorheen? Ik bedoel, we hebben eerder recessies gehad. Mm-hmm. We hebben eerder inflatie met inflatie te maken gehad. Is het nu echt uitzonderlijk? Of? Wat precies is uitzonderlijk? Nou, de inflatie, de crisis die eraan zit te komen. Is dit uitzonderlijk waar we nu in zitten? Nou, de hoge inflatie. We hebben volgens mij nog nooit zulke hoge inflatiecijfers gehad in Nederland sinds we dat bijhouden. Dus dat is zeker uitzonderlijk. Een groot deel wordt daarvan kun je verklaren vanuit hogere energieprijzen. En daar zit ook weer een hele uitzonderlijke achtergrond achter, een hele uitzonderlijke reden. Ja. Dus in die zin is het denk ik wel een hele uitzonderlijke situatie die
Nou ja, denk ik ook wel weer vrij snel kan normaliseren in die zin. Zeker de energieprijzen, nou, je ziet nu al dat dat wel weer aan het dalen is. Denkt dat die, wat dat betreft de financiële situatie, dat het wel snel weer goed komt, is jouw verwachting? Of? Ja, dus ik denk wel dat we qua recessies of qua inflatie volgend jaar weer ietsje beter ervoor staan dan nu inderdaad. Ja, Annemarie, dan is het misschien wel leuk om eventjes naar de polvragen te gaan. Of ja. De poluitslag in ieder geval. Gelukkig maakt niemand van onze deelnemers zich ernstige zorgen over een financiële situatie. Ja. Maar toch zit 40% lichtjes met de handen in het haar. Die maken zich enigszins zorgen. En 60% zegt nog geen financiële stress te ervaren. Dus dat illustreert wel een beetje die bijzondere tijden waar we in leven. Ja, precies. Dus eigenlijk het grootste gedeelte maakt zich nog geen zorgen. Nee. Klopt. Kijk, nou, dat klinkt in ieder geval nog goed. Maar is dat ook iets wat jij veel wel terugziet? Is het een logisch plaatje ook als je kijkt naar de rest van het land? Nee. Ik denk dat dit wel een wat rooskleurig beeld schetst. Jij weet daar misschien wel meer van dan ik. Jij spreekt met je mensen. Maar ik denk dat dit wel een heel rooskleurig beeld is. Zelfs zonder de inflatie eigenlijk. Ja. Want we zien ook op de arbeidsmarkt zeker mensen die van baan naar baan hoppen bijvoorbeeld. Ja. Die hebben gewoon wel moeite om hun inkomsten ook over de carrière bijvoorbeeld te vergroten. Dus, ja. Dat is wat jij ook terugziet als je kijkt naar jouw praktijk? Ja, want er is ook recentelijk onderzoek geweest vanuit het Nubud. Dat er gewoon nu, sinds 2018, dat het ook nooit zo hoog is geweest met mensen die bijvoorbeeld betalingsregelingen aanvragen, maar ook gewoon mensen van de middenklasse. Hè? Want het onderzoek is breed geweest. Hè? Mm-hmm. Van mensen tussen 18 en nog wat. En verschillende inkomensgroepen. En het is gewoon dat het over verschillende inkomensgroepen, dat de betalingsregelingen die worden getroffen, leningen die worden gedaan. Dus het is niet een bepaalde groep die echt wordt geraakt? Nee, het is gewoon breed. Ja. En het is zo dat vanuit het onderzoek dat men bang is voor volgend jaar, dat die klap nog komt. Ja. Omdat nu al lopen mensen achter de feiten aan. Zeg maar is dat niet wat we vorig jaar ook al riepen na corona? Dat we toen zeiden, maar er gaat een hele golf van faillissementen komen en die kwam niet. Is dat niet? Maar nu zitten we met wat Siert-Jan zegt van de uitzonderlijke situatie met de oorlog. Van, dus dan is het dubbelop. Corona die geweest is en dan moesten daar mensen nog van opkrabbelen. Ja. En dan komt nu nog eens dat verhaal met de energieprijzen, inflatie inderdaad, lonen die groeien niet mee, de prijzen in de supermarkten, winkels. Maar die vertraging, is dat dan, eigenlijk heeft het dus een soort vertraging, dat volgend jaar dat dan pas de echte klap komt, hè, wat jij zegt. Is dat ook iets wat je in de historie ook terugziet, dat het zo'n verloop heeft, afgezien van de uitzonderlijke situatie, dat het dus een soort vertraging heeft dat volgend jaar dan die klap komt? Ja, dat is vaak wel zo. Zeker, je noemde faillissementen bijvoorbeeld, als je daarnaar kijkt. Als je naar ondernemers kijkt, die zijn toch ook altijd heel trots op hun eigen bedrijf natuurlijk. Ja. En die houden daar graag lang aan vast, zo lang mogelijk. En soms zelfs wat te lang. Er zit toch ook wel een beetje. Soms vindt het ook wel moeite om daar hulp bij te zoeken bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn allemaal factoren waardoor dat effect inderdaad wat vertragend is soms. Ook daar trouwens is het wel opvallend dat het aantal faillissementen nog steeds heel laag is. Ja. Een stuk lager dan voor corona bijvoorbeeld. Geeft dat hoop? Nou, ja en nee, zou ik zeggen. De overheid heeft natuurlijk ook heel veel gedaan aan het ondersteunen van ondernemers. Hoewel dat ook weer tot moeilijke financiële plaatjes komt voor sommige ondernemers. Maar goed, door die steun hebben ze het nog wel ietsje langer uit kunnen zingen. En ja, die klap, ik denk inderdaad ook nog wel, eigenlijk wat jij ook zegt, dat gaat nog wel komen. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend voor die ondernemers zelf. Maar als je het op een iets groter niveau bekijkt, is het eigenlijk wel goed. Want je hebt ook wat vernieuwing nodig in je bedrijvenbestand zo nu en dan. En dat zie je in de faillissementen, zie je dat terug. Dus is dat voor de financiële situatie ook goed als die vernieuwing plaatsvindt? Nou, voor de totale economie wel, ja. Ja, voor de individuele ondernemers is het natuurlijk niet leuk als je bedrijf failliet gaat. Maar goed, er komen ook mensen vrij die misschien in dat bedrijf werken. Er komen bronnen voor productie vrij die in een bepaald bedrijf vastzitten. Waardoor er minder krapte ontstaat. Precies, en die kunnen dan weer op andere plekken in de economie ingezet worden. En dat mechanisme, dat lijkt een beetje tot stand gekomen te zijn de laatste 2-3 jaar.
Ja, en nou ben ik ook wel even benieuwd. We hadden het net over, in alle groepen worden mensen getroffen. Maar zijn er bijvoorbeeld ook regionale verschillen nog, als je kijkt naar Nederland? Zijn er nog plekken waar bijvoorbeeld het harder gaat qua de financiële zorgen of faillissementen of, nou ja? Ja, nou, nu vind ik dat lastig te beantwoorden. Maar als je daar een beetje in algemene zin naar kijkt en hoe carrières van mensen zich ontwikkelen, zeg maar, en de inkomens die daar dan bij horen, zie je daar hele grote regionale verschillen inderdaad. Nou, het maakt uit of je in Oost-Groningen bent geboren of in Amsterdam. We zitten nu in Amsterdam. Dus dat verschil is best wel substantieel. En dat heeft te maken met de kansen die regionale economie ook biedt. Ja. We denken vaak in nationale termen hierover. Hè, en Nederland is maar een klein land. Maar toch, mensen uit een bepaalde regio blijven daar toch gehecht aan. En blijven daar ook wonen en werken. Dus je moet vaak wel, of tenminste voor een heel groot gedeelte van de bevolking geldt dat ze het moeten doen met de omstandigheden die in die regio zijn. Ja, en daar hebben we best wel grote verschillen in Nederland zelfs. Ja, want waar kun je dan het beste wonen en waar kun je... Nou, ik noemde Amsterdam. Amsterdam, Randstad. Voor inkomens is dat een goede plek om te beginnen inderdaad, ja. Ja, precies. Tegelijkertijd is het daar ook duurder, dus dan kun je misschien beter vanuit Groningen naar Amsterdam rijden. Dat kan. Nou, begreep ik dat jij je ook bezig houdt met een project in Groningen waarbij je dan carrières van mensen in beeld brengen. Ja. Wat onderzoek je dan precies? Een van de punten die we maken, ook als je het over inkomsten hebt. Hè, een van de dingen die we eigenlijk een beetje voor het voetlicht willen brengen, is dat we ook naar carrières moeten kijken. Ja. We hebben best wel vaak een vrij ad hoc beeld. Een ad hoc benadering zou ik kunnen zeggen. Over hoeveel mensen willen hebben. Dus iemand wordt werkloos en daar gaan we dan investeren en proberen we die weer een baan te laten vinden. Nou, dat lukt dan, of niet. En dan is het ook weer afgesloten. Wat we eigenlijk een beetje proberen te laten zien, en specifiek voor Groningen in dat project, is om mensen wat over langere perioden te volgen. Want het gaat niet zozeer alleen om je volgende baan, maar ook wat je daarna kunt doen. Kansen zijn er eigenlijk meer in kansen en niet alleen de kansen volgend jaar, maar ook je kansen over 5 jaar. Ja. En dat proberen we in dat project wat uit te splitsen inderdaad. En zo kom je dus ook op uitspraken van, als je over de hele carrière kijkt, maakt het dus ook uit of je in Oost-Groningen bent geboren of hier in Amsterdam. En dus die carrière-uitkomsten, die zijn ook echt anders. Dus uiteindelijk ook jouw financiële positie, want je groei in je carrière, dat wordt dus ook echt wel bepaald door de plek waar je zit dan. Precies, ja. Ja. Laten we even wat meer gaan inzoomen op dit verhaal, wat praktische handvatten ook gaan geven, wat je hier nu aan kunt doen. Want dat is natuurlijk ook fijn dat we een oplossing hebben voor het probleem. Zometeen heeft Danicia wat tips om financieel gezond te blijven. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst even naar een polvraag. En die luidt, ik heb grip op mijn financiën. Eens, zeg je enigszins, dan druk je op B. En als je het er helemaal mee oneens bent, dus dat je echt geen grip hebt op je financiën, dan druk je op oneens op antwoord C. En geef vooral ook een toelichting in de chat. En dan gaat Boris ermee aan de slag. Die horen zo ongetwijfeld weer. Danicia, ik ga even naar jou. Want jij hebt dus inderdaad dat bedrijf Budget met Dani. Dus jij hebt ongetwijfeld allemaal praktische tips die je mensen meegeeft. Ja. Allereerst even naar dat proces. Hè. Iemand komt bij jou binnen, klopt bij jou aan. Hoe ga je dan te werk? Nou, ik doe altijd eerst een kennismakingsgesprek. Om te kijken van wat is daadwerkelijk de hulpvraag, zoals men dat zegt. Ja. Waar loopt iemand echt tegenaan? En vaak is dat dan niet per se de hulpvraag. De hulpvraag ligt wat dieper. Mm-hmm. Maar dat haal ik ook uit het kennismakingsgesprek. Ik kijk of er een klik is natuurlijk. Ik moet van beide kanten klikken. En dan op het moment dat degene zegt, ik ben er klaar voor, want je moet echt klaar zijn, want ik ga met je aan de slag. En 6 maanden, je zit toch 6 maanden aan elkaar, hè? Vast. Precies, het is een traject van 6 maanden. Aan. Wat, sorry? Van 6 maanden dus een traject. Ja. En het lijkt zo van, 6 maanden, maar het is, je bent toch wel op elkaar aangewezen, zeg maar. Ja. En ik verwacht een iets van jou als hoe zeg je dat? Coachie. Ja. Ja. En de klant verwacht ook iets van mij als coach. En wat was de vraag? Sorry. Nou, ik ben wel benieuwd, hoe kijk je op dat proces? Hè? Hoe dat dan dus in zijn werk gaat? Want jij hebt volgens mij 3 punten, daar had je het eerder over. Ja. Hè? Wat voor 3 punten waren dat ook alweer? Waar focus je nou op als iemand dan bij jou komt? Echt een mindset.
Want dat valt in staat met de financiën. Ja. Je kan heel veel doen, maar als je mindset gewoon niet is, dus je denkwijze, je overtuigingen. En dat komt voornamelijk van waar je bent opgegroeid. Hè? Tussen je 0 en 9e jaar, dat is echt de blauwdruk. En dat neem je dan gewoon mee in je onderbewustzijn, om even heel theoretisch. Dus dat is eigenlijk iets wat er al vanaf vroeger in zit, wat je misschien helemaal niet doorhebt, hoe jij met geld omgaat. En wat voor factoren spelen daar dan een rol bij? Dus als jij bijvoorbeeld, je groeit op in een bepaalde wijk. Ja. Als je bijvoorbeeld in een omgeving bent opgegroeid van schaarste, dus waar het geld een probleem was. Mm-hmm. Dan heb je nu ook een bepaalde relatie met geld. Waardoor mm-hmm. je of angstig kan zijn. En angst kan er op verschillende manieren uitzien. Want heel vaak denken mensen angst aan hoe. Maar het kan eruit zien als dat je je kop in het zand steekt. Je vermijdt het eigenlijk. Je wilt er niet over hebben. Ja. Het enige wat je weet en wat je doet is de vaste lasten betalen. En daarmee is alles gezegd. Ja. En als je in een omgeving bent opgegroeid in overvloed, zoals ze dat zeggen. Ja. Dus waar er wel genoeg geld was en geld over de toonbank werd gesmeten. Dan wil dat niet direct zeggen dat jij ook goed met geld kan omgaan. Nee. Het hangt er echt vanaf hoe de financiële educatie, zoals ze dat zeggen. Ja. Hoe je bent opgegroeid en of degene waar je bent opgegroeid jou echt heeft meegenomen in de basis. Van oké, wat is geld en hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kan je het laten groeien? En niet dat geld een middel is voor alleen rekeningen betalen. Nee, zeg maar. Nee. Dus hoe hebben je ouders bijvoorbeeld je opgevoed in het omgaan met geld? Ja. Dat gebeurt dus vroeger, dan heb je dat die mindset, dat is nummer 1. Wat zijn de andere 2 punten? Gedrag, dus je geldgedrag, hoe ga je met geld om, je relatie. Mm-hmm. En gedrag is breed, hè? Dus in de zin van... Kun je een concreet voorbeeld noemen inderdaad? Dus stel je ziet een kledingstuk? Ja, dus inderdaad. Gedrag kan zijn dat je bijvoorbeeld iedere dag online gaat shoppen, bijvoorbeeld. Gedrag kan zijn dat je elke dag boodschappen gaat doen, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook dat je met jezelf afspreekt dat je maar 1 keer per maand online mag kijken in een winkel en dat mag uitgeven. Ja, dat zou ook onder gedrag kunnen vallen inderdaad. En vaardigheden, dat is het derde punt, dat is meer de basisvaardigheden van het bijhouden van je financiën, een maandoverzicht maken, et cetera, et cetera. Dat zijn zeg maar de vaardigheden. En als die 3 op 1 lijn zitten, dus mindset, gedrag en vaardigheden, dan boek je de resultaten. Kort gezegd, want er komt natuurlijk nog wat meer bij kijken, maar dan is in ieder geval de basis er. Zeg ja, precies. Dus daar ga je allereerst naar kijken. Dus mensen zitten eigenlijk in een soort van financiële therapie. Kunnen zo noem ik het wel. Ja, grappig. zo kun je het ook gaan noemen. Ja. Waar lopen mensen nou het meest tegenaan? Wat merk jij nou? Als mensen bij jou aankloppen, wat is nou het meest voorkomende probleem? Het meest voorkomende probleem is help. Ik verdien genoeg of ik verdien goed, maar ik kom toch niet rond. Of ik weet dat ik genoeg verdien, maar ik heb geen overzicht, geen inzicht. En het lukt mij niet om te sparen. Ik ga constant aan mijn spaargeld, want ik hou meer maand over dan geld. Ja, dus dat is eigenlijk het meest voorkomende inderdaad. Ik weet even niet meer hoe ik het nu het laatste deel van de maand rondbrei. Ja. Ja. En dat zijn dus wel mensen vaak die gewoon wel genoeg verdienen. Dus die het wel zouden kunnen, maar die dus een soort structuur moeten krijgen in hoe ze daarmee omgaan. Precies. Nou heb jij het op jouw site ook over die money mindset. Mm-hmm. Is dat dan nog iets anders weer dan mindset? Of wat is dat? Ja, mindset is natuurlijk... kan op verschillende vlakken, maar ik heb inderdaad money mindset. Hè, omdat het is, je hebt verschillende soorten mindsets. En ik heb het dan echt over money mindset. Dus je geld, je gedachten over geld. En je handelingen in combinatie. Dat is dan de money mindset. De overtuigingen over geld. Hoe denk je over geld? Weet je, de bekende uitspraken die mensen kunnen hebben. Bijvoorbeeld vanuit schaarste van geld groeit niet op mijn rug. Ja. Geld groeit niet aan de bomen. Ja. Dat soort dingen. Dat kan uiteindelijk voor zorgen dat je een bepaalde mindset hebt. Ik kan me ook voorstellen dat het, tenminste als je het over geld hebt, dan heb je het vaak ook over inderdaad een bepaalde vorm van stress. Ik bedoel, als je daar stress over hebt, als je daar angst over hebt, is dat een ander soort angst dan die je hebt over andere dingen? Is geld, kan het meer stress opleveren, andere stress? Ik weet niet in hoeverre op de schaal of het een ander soort angst is, maar het kan voor geestelijke problemen zorgen en lichamelijke. Want als je in stress leeft de hele dag, dat is ook niet goed. Je staat op en het eerste wat je denkt is, hoe moet ik hier nou mee omgaan, hoe moet ik rondkomen? Ja. Je gaat naar het werk, kan niet goed functioneren, want eigenlijk
bij veel mensen, niemand weet het. Dat is ook zo taboe. Hè? Ja. En vooral in combinatie met als je een baan hebt. Kijk, zit je bijvoorbeeld in de uitkering, is het misschien iets, is de drempel iets lager om te zeggen van, hey, het lukt mij niet. Mm-hmm. Maar op het moment dat je wel werkt en misschien een goede baan hebt en je, dat lukt toch niet, is het moeilijker om daarvoor uit te komen. Dus dan ben je op het werk, moet een masker op, gaat allemaal goed. Maar ondertussen ben je ook bezig met hoe kom ik rond. Ja. Kom je thuis, moet je ook weer bezig zijn. Dus je bent constant bezig met eigenlijk met die geld. Stress, ja, die stress om dat geld. Continu de focus eigenlijk daarop inderdaad. Ja, ja. Dat is inderdaad ook de volgende polvraag. Maar voordat we daar naartoe gaan, Boris, heb jij eigenlijk al de uitslag van de vorige polvraag binnen? Ja, ik heb die uitslag binnen. Het is wel interessant om daar eventjes naar te kijken. Want daar zit best een groot contrast. 86% van de deelnemers zegt, ja, ik heb grip op mijn financiën. En een veel kleiner deel, 14%, zegt, ik heb die grip niet. En dat contrast, ik was wel benieuwd voor Danitia. Mm-hmm. Want je had het over mindset, gedrag en vaardigheden. Mm-hmm. Is dat ook zo zwart-wit? Heb je die of heb je die niet? Of zit daar nog een hele grote groep mensen tussen die misschien de vaardigheden wel hebben, maar de mindset niet en het gedrag niet? Of ja, hoe zit dat? Het is verschillend, hè? Want als ik hoor 86%, dan ben ik helemaal blij. Hè? Ja, ik word hier vrolijk van. Maar dan heb je niks te doen. Nee, jullie zijn mijn doelgroep niet. Nee, nee, maar het kan aan verschillende dingen liggen. Ja. Kijk, de een, wat ik al zeg, die weet het wel. En het mooie is, ik zeg ook, het begint bij bewustzijn. En vanuit daar kun je verder. En bij de ander, ja, nooit wat ik kan zeggen, die heeft het niet meegekregen. Nee. Die weet het niet. Die probeert van alles, maar die loopt toch achter de feiten aan. Dus daar zou het verschil in kunnen. Misschien ben ik ook wel meest benieuwd naar die groep inderdaad, Boris. Misschien dat dat nog wel een oproepje is voor in de chat. Dat mensen misschien ook aan kunnen geven wat dan, waar ze dan tegenaan lopen. Waarom ze het gevoel hebben dat ze ook daadwerkelijk gewoon geen grip hebben op hun financiën. Ja, eens. Maar ook waarom ze die grip wel hebben. Waar zit dat hem dan in? Ja, wanneer voel jij dat je die grip hebt? Nou, deel dat vooral in de chat. Zijn er ondertussen nog vragen of zullen wij naar de derde polvraag gaan, Boris? Ik denk dat we naar de derde polvraag kunnen. Ja. Kijk, nou, die derde polvraag die gaat over praten over geld. En die luidt, ik praat makkelijk over geld. Ik praat met vrienden, familie over geld. Maar in de werksfeer vind ik het moeilijker. Of ik praat met vrienden, familie over geld, maar in de werksfeer kan ik dat op zich wel goed. Of zowel in privé als werksfeer praat ik heel makkelijk over geld. Of misschien wel totaal de andere kant, zowel in privé als werksfeer praat ik er niet zo makkelijk over. Dat vind ik toch wel lastig. Daarop kun je nu een antwoord geven. En nogmaals, onderbouw het ook als je denkt dat handig is. Dat wij ook daar even over verder kunnen praten. Dat brengt ons dus inderdaad bij het praten over geld. Want ik kan me ook voorstellen, als je er lastig over kan praten, dan wordt die stress alleen nog maar groter. Dan wordt het probleem helemaal niet meer opgelost. Zie jij dat mensen dat lastig vinden? Ja, zeker. Als ik ook mensen spreek. Het is toch, wat ik al zeg, een soort taboe. En helemaal voor mensen die dus werken. Maar wat ik ook wel zie de laatste tijd, en dat vind ik heel mooi vanuit de werkgever, dat er wel een hand wordt uitgereikt van, hey, als je ergens mee zit, hè. Want als het goed is, hebben bedrijven nu budgetten om mensen, of elk werknemer heeft een budget om een opleiding te doen, hè. Ik weet nou niet meer wat het bedrag is. 1000 euro volgens mij. 1000, ja, hè, 1000. Ja, stapbudget. Ja. Ja, stapbudget. Ja. Die Boris weet ook alles. Die weet alles. Maar voor het stapbudget had je dit ook al. Ja. En daarmee kunnen mensen zeg maar wel aangeven van, hey, ik heb hulp nodig. Ik zou graag een budgetcoach of iets anders. Ja. Maar om die financiële educatie bij zo iemand, hè. Je ziet eigenlijk dat steeds meer, nou, dat bedrijven eigenlijk steeds meer mail rondsturen ook met, we kunnen je helpen, je financiële situatie eigenlijk wat eerder dat proberen duidelijk te maken, dat mensen daarover kunnen praten eigenlijk. Hè? Ja, het mag wat meer. Het gebeurt wel, maar ik vind dat het ook wat meer mag, zeg maar, aangeboden wordt. Want, maar waar moet je dan aan denken? Waar praat je dan over? Want ik kan me ook voorstellen dat je niet met je collega gewoon je hele salaris gaat zitten bespreken in je complete financiële situatie. Wanneer is het gezond? Wat heeft nut? Ik denk dat het voor zo iemand, denk ik, eerder met of een vertrouwenspersoon,
Of met de leidinggevende inderdaad. Of niet per se direct met een collega. Nee. Maar wel op het moment dat je echt merkt van... hé, ik moet om een voorschot gaan vragen... of ik moet constant lenen, hè, om bij te... Ja, dan wordt het wel tijd om daar even... Maar hoe leid je zo'n gesprek in? Want ik kan me voorstellen als jij met je baas zit... en je moet daarover gaan beginnen... dat het echt onwijs spannend is. Hoe begin je zo'n gesprek? Het is zeker spannend. ik denk sowieso een gesprek aanvragen ten eerste. Ja. Maar ook aangeven dat je het in het begin... Hè, dat je het gesprek aangaat, dat je het wel moeilijk vindt en spannend vindt. Want ja, het zegt ook wel iets over jou, hè? Ja. Maar je kan ook niet anders, zeg maar. Ja. Dan wel met de billen bloot. Ja, precies. Ja. En dan hoop ik, ga ik er ook vanuit, ja, dat de leidinggevende ook wel adequaat handelt. En direct zegt van, hé, maar hoe kunnen wij jou nou eigenlijk ondersteunen en begeleiden hierin? Hè? Ja, want dat raad je dus werknemers ook of werkgevers ook aan om daar dus... ook gewoon meer gebruik van te maken. Ja. Ja, want ik heb toevallig zo'n klant en ik vind het zo mooi dat haar werkgever haar traject betaalt, zeg maar. Dus het is gewoon mogelijk. Ja. En zo iemand is dan ook. Het is gewoon voordeel voor de werkgever. Het is een win-win situatie. Want waar ik het net over had van de stress, dat je niet kan concentreren op het werk. Nou, hoe mooi is het dat zo'n medewerker dan bij mij in traject is? Ja. En dat niet meer in die zin zorg hoeft te maken, maar die gewoon 100% kan focussen op het werk en presteren. Zeg maar. Want is dat ook iets inderdaad, Siert-Jan, wat invloed kan hebben op je werkprestaties op het moment dat je heel erg veel stress hebt? Is dat ook iets wat jullie terugzien? Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk punt, denk ik, wat je hier noemt. Echt op de werkvloer, maar inderdaad, als je het iets groter op de arbeidsmarkt bekijkt, geldt dat ook. Dat is ook een van de grote argumenten achter het basisinkomen, waar we het wel vaak over gehad hebben. Dat een stuk stress wegneemt van, dat zijn dan over het algemeen werkzoekenden. Ja. Die daar eigenlijk ook niet aan toekomen, omdat ze vooral bezig zijn om rond te komen. Ja. En zo'n basisinkomen, ja, wat je er ook van vindt. Maar het idee is dat die stress wegneemt en daarmee eigenlijk mensen activeert ook. En er is wel overtuigend bewijs dat ook zo werkt, inderdaad. Ja. Of je daar nou een basisinkomen aan wil koppelen, ja, dat is een tweede vraag. Maar inderdaad, financiële stress kan je behoorlijk verstijven bijna letterlijk. Ja, precies. Dus dat betekent ook dat je op je werk eigenlijk minder functioneert. Precies. Ja. Ja. Dus dat zijn inderdaad wel belangrijke dingen, ook voor een werkgever, om dat goed aan te pakken. Annemarie, misschien is het leuk, want we hebben weer een poll-uitslag binnen. Kijk. De stelling luidde bij de derde poll, ik praat makkelijk over geld. Ook hier zien we wel weer een schifting in de deelnemers. Ja. 40% vindt het geen probleem om zowel met familie, vrienden, als met collega's op het werk over geld te praten. En 60% geeft aan dat dat toch wel lastig is, zowel op werk als in de privésfeer. Dus eigenlijk alleen antwoord C en D zijn zeg maar als antwoord gegeven. Ja, klopt. Dus het is of ik praat er makkelijk over, of ik praat er gewoon helemaal niet over. Ja. En één iemand die daar makkelijk over praat, tenminste dat denk ik, is Frank. Frank heeft een bericht gedeeld waarin hij zegt: ik heb mijn schaapjes al langere tijd op het droge qua vaste lasten. Ja. Maar hij schrikt zich toch regelmatig een hoedje als hij boodschappen gaat doen en een bonnetje in zijn handen heeft. Een tip die Frank heeft voor andere deelnemers. En ik ben wel benieuwd wat de experts van die tip vinden. Is dat hij nu weer bewust bonnetjes vraagt bij het afrekenen. Om goed de prijzen in de gaten te houden. Zodat hij beter en makkelijker en bewuster keuzes kan maken wat hij koopt. Ik zie hier een duim omhoog gaan van Denitia. Die wordt heel blij van deze. Ja. Ja. Toppie. Is dat iets wat jij ook wel mensen meegeeft? Dat ze zich daarmee bewuster worden? Terug naar de basis. Want dit is het, zeg maar, een van de dingen. Op het moment dat het, net als nu, de tijd waarin we leven, dan ga je toch wel echt, ook al verdien je goed, toch wel willen weten van, oké, waar gaat mijn geld naartoe? Ja. En wat hou ik over? Ja, ja, want wat voor tips geef jij mensen mee die bijvoorbeeld, inderdaad, waarvan ze misschien inderdaad dus wel het geld hebben, maar dat dus op de verkeerde manier uitgeven? Hoe ga je dat dan structureren? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich dus bewust worden van wat ze uitgeven? Ja, dus echt, de basis is inderdaad minder uitgeven dan wat er binnenkomt. Dat is nummer 1. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Is heel makkelijk gezegd. Ja, hoe doe je dat? Daar bewust van? Precies. Ja. Is het eerste je uitgaven bijhouden. En dan noem ik het even heel ouderwets in een kasboekje. Maar dat is wat ik zeg van terug naar basis. Ja.
En het kan een kastboekje zijn, fysiek op, in een schrift, maar het kan ook via Excel. Weet je, doe gewoon wat bij je past. Ja, ja. En dat evalueren, want ik zeg altijd iets opschrijven, hè, je uitgaven opschrijven en voor de rest niet meer naar kijken, ja. Dat heeft weinig zin. Ja, je ja. moet het wel gaan evalueren, ja. Hè, elke week. Dus elke dag schrijf je op wat je uitgeeft. En elke week, voor mij part op zondag, ga je even na van oké, wat heb ik afgelopen week gedaan met mijn geld? En hoe wil ik komende week met mijn geld omgaan? Is er... Dus je zou ook een soort, hang je ook daar een soort budget aan? Dat je dan zegt, ja. Nou, dit mag ik uitgeven per week, per maand? Dat is per persoon verschillend, inderdaad. Ik zeg altijd, maak eerst een maandbudget. Als we het even over de boodschappen hebben dan. Hè, mm-hmm. Want je hebt verschillende soort potjes. Kijk dan even, stel dat je zegt, nou ja, €200 per maand. Stel. Ja. Dan is dat €50 per week. Ik vind het makkelijker om het op te delen in weken. Dat mm-hmm. je per week gaat kijken van, hey, heb ik mij aan die €50 gehouden van boodschappen? Ja. Of ben ik er overheen? He, dus, dan kun je makkelijker bijsturen ook. Precies. Ja. Ja. En dat is één, dus uitgaven bijhouden. Ja. Maar ook een maandoverzicht maken van de standaard. Wat komt erin, wat gaat eruit, de vaste lasten. Hè. Ben je aan het sparen? Ben je rekeningen aan het afbetalen? Bedoel ik schulden? Heb je nog schulden openstaan? Ga dat ook even langs? Moet ik een betaalafspraak maken? Noem maar op. Ja, dus en met schulden is dus ook inderdaad zoiets daar. Kijk, als je dan hebt over de makkelijk over praten, is het handig om daar proactief mee om te gaan. Dus om inderdaad te gaan bellen met bijvoorbeeld een schuldeiser. Als jij denkt van ik kan het op dit moment niet betalen, wat moet je dan? Hoe pak je dat dan aan? Ja, het beste is, kijk, tuurlijk, niet voor iedereen is het even makkelijk van de telefoon pakken en ik ga even bellen. Anders hadden ze het al gedaan, toch? Ja. Dus ik zeg dan, kijk of er iemand is in je omgeving die je vertrouwt. En dat je zegt van hey, die weet van mijn situatie en dat je dan dat zo iemand dan met jou gaat zitten. Mm-hmm. En voor mijn part, of je zet het op speaker, maakt allemaal niet uit. Maar voor mij, het doel is belangrijk. Het doel is dat zo'n schuldeiser wordt gebeld. Of het nou door jou is. Je samen belt dan. Ja, precies. Ja. 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 Uiteindelijk heb je dan een beetje de boel op orde. Nou hoor ik ook altijd, als je met verschillende mensen praat, hoor je heel veel verschillende manieren van uitgeven. Hè? De een zegt, ja, ik spaar niet, weet je, ik leef met de dag. En wat raad jij hier nou in aan? Er zijn ook mensen die heel veel sparen. Wat is, ja, als iemand binnenkomt bij jou, wat zeg je dan? Je moet €100 per maand sparen? Nee, ik ben echt van de NN. Budgetteren moet leuk zijn. En vaak als mensen budgetteren horen, denken ze direct aan, oh, maar dan moet ik bezuinigen en mm-hmm. dan moet ik heel krap. Nee, je kan ook budgetteren en ook gewoon een leuk leven leiden. Ja. Dus ja. Ja, ik ben van de NN en budgetteren, maar ook met een oog naar de toekomst. En dat is dus sparen, maar ook investeren. Want ja, tegenwoordig sparen met de rente van nu. Ja, maar wat heb je nodig? Is er iets wat je bijvoorbeeld altijd een beetje voor ogen moet houden? Kijk, als je wasmachine stuk gaat, die dingen hoor je wel eens voorbij komen. Is dan een soort van advies waarvan je zegt dit? Ja, ik zeg altijd een buffer van minimaal 3 maanden van je vaste lasten. Dat is voor, zoals we hebben gezien met corona, ik zeg het, when times get rough, wanneer het hard wordt, dat je jezelf kan opvangen. En dat je dan even 3 maanden bij kan komen van, hey, ik moet even op zoek naar iets anders. Of dan heb je de tijd. Ja. En dan heb je nog de onvoorziene uitgaven, want vaak vergissen mensen zich dat met een buffer. De onvoorziene uitgave is inderdaad als het koelkast stuk gaat, APK, want dat vergeten mensen soms wel eens van de auto. Ja. En daarvoor hangt het vanaf wat de inkomsten zijn. En dan kan je altijd kijken van oké, hoeveel kan ik per maand sparen voor onvoorziene uitgaven? Ja. En bij de een is het €50 per maand en bij de ander is het €200 per maand, dus dat verschilt. Ja, en je hebt trouwens ook, want dat heb ik laatst ergens meegekregen. Je schijnt ook rekeningen te hebben waar je potjes in kunt maken, toch? Je hebt toch bepaalde banken waarbij je potjes kunt maken. Spaardoelen. Spaardoelen. Dus dat je ook voor jezelf het heel duidelijk digitaal kunt hebben eigenlijk. Precies. Van oké, dit heb ik nu. Precies. En dit heb ik nog nodig. Ja. Annemarie, ik heb misschien nog wel 2 interessante vragen voor de Nietzsche en voor Sietjan. Mm-hmm. Eerst voor de Nietzsche. We hebben het nu vooral veel over praktische tips gehad. Maar we zien dat een hoop van de deelnemers toch wel zeggen, ik heb grip op mijn financiën en ik vind het niet moeilijk om het daar met collega's en vrienden over te hebben. Welke tips zou jij nou aan die mensen kunnen meegeven om in zo'n sociale setting niet tegen het financiële zere been aan te schoppen van mensen die niet graag over geld praten? Ja. Als je in zo'n hoe kun je die mensen helpen eigenlijk? Ja, hoe kun je in zo'n gesprek ervoor zorgen dat je niet mensen tegen het zere been schopt? Ja. Hoe pak je dit tactisch aan? Hoe help je je medemens? Ja. Als jij bij een borrel staat, jij praat makkelijk over jouw gesprekspartner niet. Uh-huh. Hoe pak je dat dan aan? Ik vind het een lastige vraag, want ik denk dat het
eerder ligt aan degene die het moeilijk vindt. Van hoe zorg ik dat ik wel naar buiten treed. Ja. En niet zozeer degene die het makkelijk vindt om erover te praten. Dus ik zal vanuit de andere kant. Die persoon moet eigenlijk juist gewoon... Ja, precies. Precies. Want het is lastig om tegen iemand die er wel makkelijk over kan praten. Want ik zou juist denken... Nou, zo iemand die er dus niet makkelijk over praat... die zo iemand benadert van... Hey, vraag je, ik zie dat jij dat... Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. En dat is ook een vorm van hulpvraag. Hè? Het hoeft niet per se dat je je hele hebben en houden op tafel neergooit. Maar gewoon even van... Hey, ik zie dat je wel makkelijk over geld praat. Of hey, dat je het wel makkelijk... Maar hoe doe je dat? Ik kijk ervan op. Wat maakt dat je dat zo makkelijk doet? Dan heb je eigenlijk al een beetje een gesprek. Heb je een ingang. Dan heb je een ingang. Ja. Ja. Oké, interessant. Dan heb ik nog één vraag voor Siert-Jan. We hadden het over... veel mensen, deelnemers, hebben de vaste lasten... de schaapjes op het droge. Maar schrikken toch nog wel van de hoge inflatie. Het is misschien een simpele vraag. Maar wat zijn nou eigenlijk de gevaren en de positieve kanten van een loonsverhoging? Want je had het al even over die cao-verhogingen. Mm-hmm. Waarom gebeurt dat niet in het hele bedrijfsleven, over de hele arbeidsmarkt? Nou, de simpele vragen zijn meestal de moeilijkste. Ja, wat zijn de gevaren? Laat daar beginnen. Wat zijn de gevaren als een loonsverhoging is? Nou ja, goed. In het extreme geval kun je wat dan een loonspiraal heet, kun je krijgen, waarbij inderdaad dus bedrijven meer moeten gaan betalen aan hun werknemers, waardoor hun producten weer duurder worden, waardoor we weer inflatie krijgen, waardoor de werknemers we nu nog meer salaris weer meer, nodig precies, hebben. Dus dat is iets wat je eigenlijk niet wil, want dan jaagt de inflatie zichzelf op. Ik denk alleen niet dat we daar heel dichtbij zitten nog. Dus ik zie dat gevaar op dit moment niet heel erg. Als je kijkt naar het deel van wat bedrijven omzetten, wat naar lonen gaat, dat is in de laatste decennia eigenlijk een stuk lager geworden. Ja. En niet echt meegegroeid met bijvoorbeeld een deel van de winst dan ook. En, dus ik denk dat daar eigenlijk nog wel wat ruimte in zit en dat... Nou ja, als je het mij persoonlijk vraagt, ligt de bal bij de werkgevers, wat mij betreft. Ja, de bal ligt bij de werkgevers. Nou, dan hoop ik dat die ook kijken vandaag. Dat zou mooi zijn. Boris, heb jij nog andere vragen uit de chat? Nee, op het moment niet. Nee. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens eventjes kijken naar... stel nou hè, even naar de situatie voor mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben. Buiten het feit van een budgetcoach, maar mensen die gewoon net nog even dat stapje verder zijn. Wat voor een hulp is er eigenlijk beschikbaar? Ja, eerste lijn voor zo iemand is maatschappelijk werker en de gemeente. Mm-hmm. Om daar even aan te kloppen van, hey, help, ik red het niet meer. Mm-hmm. Alleen, ik weet ook dat al een tijdje vanuit de gemeente komt er ook al hulp. In de zin van, als met bepaalde organisaties hebben zij een korte lijn. Als mensen bijvoorbeeld een maand huurachterstand of 2 maanden, dan komt er vanuit zo'n... Wooncoöperatie komt er ook al een brief van, hey, we merken dat. Hè? Dat dus je, er wordt ook, al hulp geboden. Ja. Maar natuurlijk, zo iemand zit misschien in zijn of haar wereld, dus die leest die brief niet per se. Nee. Dus dan is de eerste stap echt een maatschappelijk werker of de gemeente. Ja, ja. Precies. En zijn er, Siert-Jan, ook vanuit de overheid bijvoorbeeld maatregelen die er liggen om bijvoorbeeld ook bedrijven te helpen? Hoe werkt dat? Ja, juist tijdens corona, maar nu ook weer zien we dat, dat de overheid aan het instappen is, her en der, om de kosten binnen de perken te houden. Ja. Inderdaad, dus de overheid doet eigenlijk best wel veel de laatste paar jaar juist daarop. Ik denk dat het misschien wel belangrijker is als je voor de langere termijn, we hadden het net even over de stapbudgetten. Ja, je kunt naar de uitgavenkant kijken, maar ook naar de inkomstenkant. Ik merk dat Danitja, natuurlijk vanuit jouw achtergrond, jij kijkt echt naar de uitgaven. Van mijn achtergrond kijk ik juist wat meer naar de inkomsten, volgens mij. Ja. Dus waar de lonen vandaan komen. Ja, en daar is het ook gewoon heel belangrijk om te blijven investeren als werknemer in je eigen inzetbaarheid eigenlijk. Ja. En duurzame inzetbaarheid. Zorg dat je meer uit te geven hebt eigenlijk. Zorg dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Ja. Maar dus investeer in jezelf, in wat je kunt. En dat is iets wat je later op de wat langere termijn terugkrijgt. Ja. Zeg maar. Dus nu lijkt dat een extra uitgave. Ja. En dat zal best moeilijk zijn voor sommigen.
Maar dat geeft je wel, over 5 of 10 jaar kan je dat best meer ruimte geven eigenlijk. Dus, ja, wat meer rust uiteindelijk ook, omdat je meer perspectief hebt op een goede baan. Ja, precies. Je investeert in je eigen perspectief eigenlijk inderdaad. En dat vertaalt zich ook in inkomsten. En ik denk eigenlijk dat de overheid daar misschien ook nog wel iets meer in kan springen. Ja. Dat stapbudget is nu een stap in die richting. Letterlijk. Maar het is ook één stap. Ja. Dus het is in die zin eenmalig en niet echt een structurele investering. Ik denk dat we daar eigenlijk wat meer met z'n allen over na moeten denken. Het maakt misschien onze mindset al wel anders, zodat we inderdaad, doordat je gaat investeren in je carrière en misschien wel gaat zien dat dat werkt. Ik ben ook wel benieuwd, is het dan ook slim om bijvoorbeeld juist nu in deze tijd, nu de banen voor het oprapen liggen, misschien wel op sommige plekken, om dan te gaan jobhoppen? Helpt dat voor je inkomen? Zou ik zeggen van wel, ja, de omstandigheid is er nu na. Ja. Maar sowieso als je jobhoppen gaat, je ziet dat, meestal ga je dan toch even een stapje omhoog. Ja. Dus het is sowieso slim om te doen. En dit is een heel goed moment om het te doen ook. Ja, dus ga jobhoppen en let op je budget. Ik ben nog wel even benieuwd. Hey, je hebt ook nog een glazen bol meegenomen, geloof ik. Kun jij nog eens eventjes een beetje... Wat is een beetje de prognose als we nou kijken naar de komende tijd? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou, je had het in het begin al heel even over misschien dat je nog een beetje een blik kan werpen. Nou, wat denk ik heel belangrijk is om mee te nemen... is dat we van die krapte zijn we niet af. Nee. Dat zal een beetje op en neer gaan, afhankelijk van hoe de economie zich ontwikkelt. Dus het lijkt erop dat we nu in een recessie gaan glijden. Dan zal die krapte wel ietsje minder worden op een gegeven moment. Maar de trend is wel dat we krapte hebben. En dat biedt op zich mogelijkheden voor werknemers. Dus ik denk eigenlijk wel dat de positie van werknemers in de komende... laten we zeggen 10 jaar, als dat dan de tijdspanne van de glazen bol is, dat die eigenlijk wel sterker gaat worden. Ja, en ZZP'ers, als je daar dan naar kijkt, voor de mensen die zitten te kijken en denken, ja, maar ik heb helemaal geen baas, ik heb alleen opdrachtgevers. Nou, dat is eigenlijk de andere kant. Er zijn eigenlijk twee grote stromingen, die vergrijzing en daarmee samenhangende krapte is één. En de andere is dat we eigenlijk toch wel zien dat de economie steeds meer in projectjes wordt opgedeeld, eigenlijk. En dat gedeeltelijk kan dat door technologie. Ontwikkeling. En daar zien we heel veel ZZP'ers die daar het gevolg van zijn, gedeeltelijk, zeg maar. Die moeten zich ook realiseren dat dit een moment is waarop hun bijdrage ook heel erg gewild is. Dus dit is ook als ZZP'er een moment om eens even ofwel jezelf te heroriënteren, maar in ieder geval even kijken of je tarieven nog gangbaar zijn, zeg maar. Ja. En overeenkomen met wat je biedt. Dit klinkt allemaal, ik vind het wel positief klinken hoor, Siert-Jan. Ik word er wel blij van als ik dit zo hoor. Als werknemer, als ik zit te kijken, zou ik nu ook wel... Het ziet er positief uit. Onderhandelingskansen zijn goed dus. Nou, dat is het. En dat probeer ik ook een beetje te benadrukken hier. Ja. Dat eigenlijk is de tijd ernaar. Grijp we zien het alleen aan. Nog niet echt gebeuren. En dat is een beetje het gekke. Dat vind ik ook moeilijk te begrijpen eigenlijk. Maar komt dat dan niet omdat mensen het misschien gewoon niet durven... om er inderdaad over te gaan onderhandelen of over te gaan praten of meer te vragen? Nou, dat denk ik wel. Want we hebben de hele tijd een situatie gehad voor ZZP'ers bijvoorbeeld. Zeker in bepaalde sectoren. Nou ja, als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel. Dat is natuurlijk niet zo goed voor je onderhandelingspositie. Nee. We zijn nu op een moment waar dat... dat kun je als werkgever wel zeggen, maar niet helemaal hard maken. Dus ik denk inderdaad wel dat er een beetje een omslag nodig is, inderdaad. Ja. Nou, ik hoop dat we die vandaag al een beetje gemaakt hebben. Denicia, ik ga nog even één keer naar jou, want ik ben benieuwd. Heb jij nog een soort tip, ook naar aanleiding van dit verhaal... als je dan in één keer toch een stuk meer te besteden hebt... En een stuk meer te besteden. Heb je nog een soort afsluitende tip voor de mensen die nu zitten te kijken? Als je kijkt naar het budget en uitgaven, wat moeten ze na vandaag gaan doen? Bewuster omgaan met geld. Bewuster omgaan met geld. Dus eerst nadenken, dan uitgeven. Ja, en ook gewoon breed. Van maar waar wil ik naartoe? Ja. In plaats van alleen vandaag, zeg maar. Maar ook gewoon met het oog naar de toekomst. Ja, en die 3 maanden buffer, hè? 3 maanden vaste lasten. Minimaal, hè? Minimaal. Ja, minimaal.
Danitia en Sjert-Jan, mag ik jullie hartelijk danken. Want we zijn aan het einde gekomen van deze sessie alweer. Ja, ik denk dat mensen inmiddels hun broodje alweer op hebben. De 3 kwartier is voorbij. Maar voordat we deze sessie gaan eindigen, wil ik nog even naar Boris. Want Boris, yes, jij had volgens mij nog een paar tips. Ja, ik heb een hele belangrijke tip. Sjert-Jan gaf het al aan. Dit is het moment om te onderhandelen over je salaris. Of over je tarief. Of je als je ZZP'er bent. Daar hebben we ook een hele leuke aflevering van de werkvloer, over salarisonderhandelingen. Dus check die ook vooral, zou ik zeggen. Dan hebben we verder nog één interessante tip van Frank, die ik ook eerder al voorbij heb horen komen. Hij zag in enkele maanden de prijs van een product die hij vaak koopt met 40% toenemen. Frank zegt terecht, kijk naar een alternatief. Die zijn vaak minstens net zo lekker. En op die manier kun je bewuster omgaan met geld. Dan heb ik ook nog één tip. Laat vooral even weten wat je van de webinar vond zo direct. Er komt een survey voorbij. Mocht je nog leuke ideeën hebben voor een volgende of leuke gasten, laat het vooral weten. En denk je na al die tips en inzichten, dit moeten mijn collega's, vrienden, familie ook horen. Geen paniek, je kan de aflevering terugkijken op de website van Intermediair of op onze YouTube-pagina. Nou, Boris, dank je wel. In ieder geval, dank ook voor al deze tips en het meenemen vandaag ons door al die vragen en poll-antwoorden heen. Ja, en wij zijn er op 16 december weer. Zelfde plaats, zelfde tijd. En dan gaan we het hebben over diversiteit op de werkvloer. Nou, je vindt de link in de chat om je aan te melden. Dus doe dat meteen ook eventjes. En daar komt dus ook de link van de uitzending van vandaag in. Deel die dus vooral met de mensen uit je netwerk. Wat Boris net eigenlijk ook al zei, dit moet iedereen natuurlijk ook zien. En vergeet zometeen dus niet die evaluatie in te vullen. Die komt gewoon zometeen na deze uitzending direct in beeld. Alvast dank daarvoor. En ik zou zeggen, geniet van je dag.